Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 5 november. Een volkomen toegewijd hart. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 2 Kronieken 16 vers 9. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. De Heer heeft mij in mijn leven keer op keer eraan herinnerd dat hij niet op zoek is naar onze perfecte prestaties, maar naar een volkomen toegewijd hart. Veel mensen denken dat God hen pas gaat gebruiken als ze op ieder vlak in hun leven volmaakt zijn. Die denkwijze weerhoudt mensen ervan dat ze zich door God laten gebruiken. Maar God gebruikt ons, ondanks ons, niet vanwege ons. Soms houden mensen van je gebaseerd op je prestaties. Als je doet wat zij van je willen, dan accepteren ze je. Maar als je dat niet doet, dan wijzen ze je af. Gods liefde is alleen gebaseerd op God. Hij heeft je lief en accepteert je zoals je bent. Dit betekent niet dat we erop los moeten leven en geen heilig leven zouden moeten nastreven. Iemand wiens hart volkomen uitgaat naar God, heeft altijd een eerlijk en ijverig verlangen om God in alle dingen te willen behagen. Zij weten dat God hen nooit zal afwijzen vanwege hun zwakheden of fouten. Hij wil ons lief hebben en ons helpen als we zwak zijn. Laat God je lief hebben en geef hem jouw liefde vanuit een volkomen toegewijd hart. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik weet dat u mij lief heeft, ondanks mijn zwakheden en tekortkomingen. Ik dank u voor deze liefde en geef mijn hele hart aan u, wetende dat u mij zult gebruiken wanneer ik u met heel mijn hart volg. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.